Vrijdag 4 februari en normaliter verwacht je dan een Pantelic toekomstvideo met Kevin en ikzelf. Maar vandaag kiezen we voor een podcast met een speciale gast, Marciano Vink. Welkom. Dankjewel. Kevin, welkom. Dankjewel, Lars. Je bent er wel weer gewoon. Tuurlijk. We zijn een beetje een powerkoppel aan het worden. Hè? We zijn de afgelopen weken alleen maar met elkaar op pad. Moet niet te gek worden, zei mevrouw al van de week. Nee, dat begrijp ik wel. Ze is bang je kwijtraken. Ze begint me ook steeds meer in de gaten te houden. Eerst ging ze me volgen op Twitter en nu ook op Instagram. Dus ze houdt me een beetje in de smiezen. Ja. Dat ik niet, laten we het maar gooien op de hormonen van een zwangere vrouw. Precies, precies. Nou ja, vandaag dus een podcast. Marciano, we kennen je van ESPN, oud-speler van Ajax, maar ook van Genoa, PSV, ADO en Ajax Cape Town. Ajax Cape Town, zeker. Afgewerkt. 2 interlands. Bij Ajax 1 keer kampioen, 1 keer bekerwinnaar, 1 keer UEFA Cup. Ja. Mooie erenlijst. Ja, volgens mij wel. En dan bij PSV ook nog een aantal. Dus wat dat betreft bij beide clubs toch mijn verdiensten gehad. Ja. Ja, weet je, uiteindelijk in die periode Ajax, PSV waren wel echt de 2 ploegen die de dienst uitmaakten. En ja, nou ja, wat een paar jaar later gebeurde was natuurlijk ongelooflijk met die Champions League die ze wonnen. Maar ja, Ajax en PSV stonden echt wel ver boven de rest. Ja, en toen waren misschien de verhoudingen wel iets anders dan nu, toch? Toen werd PSV vaker kampioen dan Ajax. Absoluut. PSV had gewoon een heel goed team. En vaak waren het ook meer volwassen teams. Dus spelers die wat meer ervaring hadden. Maar ook spelers die bij Ajax begonnen waren en bij Ajax furoren hadden gemaakt, die dan bij PSV echt tot wasdom kwamen. Ja. Dus wat dat betreft ja, waren de wedstrijden, de strijd was prachtig. En met name dan de wedstrijden tussen Ajax en PSV. Kijk, Feyenoord staat op zich. En Feyenoord die is volgens mij in die periode ook nog een paar keer wel kampioen geweest. Of 1 keer. Alleen ja, de wedstrijden tegen PSV waren echt wel om jezelf te meten. En ja, dan deed er ene Romario mee. Of bij mij dan ene Ronaldo. Ja. En dat waren wel de speciale spelers. Ja. Was nou de beste speler waar je zelf mee hebt gevoetbald? Ronaldo. Ja? Ja, zonder twijfel. Ja. En kort daarna Bergkamp. Okay. En daarna Luc Niels. Want Bergkamp is natuurlijk nog in en de daarna periode... Philip Cocu. Ja. Weet je, zo, ja. Je kan wel doorgaan. Ja, ik kan wel doorgaan. Ja, nou, nee, ik heb echt wel... ik zeg gewoon echt het genot gaat om met echt goede spelers te spelen. Ja. Want ja, ik denk dat ze allemaal bijna een prachtige carrière in de absolute top van Europa hebben gehad. Ja, ja. Nou ja, tegenwoordig analist van ESPN. Ja. Op Twitter, waar menig analist best vaak onder de bus belandt, kom jij er toch redelijk goed vanaf. Heb je een beetje je roeping gevonden? Ja, eigenlijk wel. Ik... Laten we het zo zeggen, toen ik stopte met voetbal, toen ik noodgedwongen moest stoppen met voetbal, heb ik een tijdje afstand genomen van voetbal. In die zin, ik keek wel naar de wedstrijden en er was geen boosheid of er was geen jaloersheid, maar gewoon, ik keek wel met bepaalde interesse naar spelers waarmee ik gevoetbald had die van alles wonnen. Alleen voor mezelf was het gewoon heel erg noodzaak om daar afstand van te houden. Om niet weer in een stadion en dat mensen allerlei vragen zouden stellen van hoe is het nou met je, wat doe je, we zien je niet meer. Daar had ik helemaal geen zin meer in om weer het verhaal uit te leggen. Dus toen ben ik noodgedwongen eigenlijk best wel bij het voetbal weggebleven. En nou, op een gegeven moment ja, heb je kinderen, zoons die je dan gaat trainen en dan raak je weer besmet met dat virus. En je bedenkt plannetjes, je bedenkt trainingen en zodoende kwam je eigenlijk weer terug in het voetbal. En vond ik het eigenlijk wel weer leuk om in stadions te zijn en om mensen te vertellen wat ik ervan vond. Nou, en ik was met Ronald altijd op de app aan het praten over wedstrijden, of het nou Champions League, Nederlands elftal, Ronald de Boer. En nou, dan gaf ik mijn mening. Nou, en ik denk dat ik denk een jaar of 3, 4 geleden door ESPN of Fox was het toen nog uitgenodigd ben geweest voor de eretribune als gast. Ja. En dat was eigenlijk iedere keer weer heel gezellig en leuk. En dat was hun ook opgevallen en dat ik een mening heb. En toen 1,5 jaar geleden belde de baas van ESPN, die belde dan op of het mij wat leek om analist te worden. Nou, daar hoefde ik natuurlijk geen 2 keer over na te denken. En zo is het een beetje begonnen. Dus 1,5 jaar geleden ben ik eigenlijk op tv dan mijn mening gaan verkondigen over Ajax, het Nederlands elftal, de Eredivisie. Eigenlijk over alles wat beweegt met een bal. Ja. Ja, je zegt omdat je een mening hebt inderdaad. Maar net als van de zomer het EK, Frank de Boer. Dat je toch, ja, ik kan wel zeggen, is een vriend van je denk ik. Ja. Of misschien heb je meer met Ronald. Maar... Meer met Ronald, maar hij is wel een vriend. Ja, maar goed, daar ben je dan ook goed kritisch over. Dus het is niet dat je... Nee, maar kijk, het is niet kritisch om iemand af te zeiken. En zo benader ik het ook. Ik zal nooit iemand afzeiken of zeggen, die kan er niks van. Want dat vind ik niet zo, weet je wel. Ik vind altijd, er zijn altijd redenen waarom dingen niet lopen of waardoor een speler uit vorm is. Nou, om een klein voorbeeld te geven, Gravenberch die had dit seizoen een aantal wedstrijden, een periode dat men zelfs heel kritisch naar hem keek. En dat men zich afvroeg, moet hij niet op de bank komen te zitten? Moet er niet een andere speler? Nou, en in mijn ogen speelde die niet goed. Alleen dat heeft wel een reden waarom hij niet goed speelde. Hij voor mijn gevoel, speelde gewoon 15 tot 20 meter te hoog op het veld. Ja. Nou, en als je dat dan zegt, hij speelt niet goed. Maar dat komt omdat als hij 10 meter naar achteren zou spelen, heeft hij het spel weer voor zich. En dan zie je weer zijn talent. Nou, dan zeg ik wat ik vind, maar ik leg wel uit waarom. En ik denk dat mensen dat wel appreciëren. Ja, maar zijn er nou ook andere analisten die wel eens tegen je zeggen van, hey Vink, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat mensen wel aardig over jou praten en ons. Nee, ja, ik heb geen idee wat het is. Kijk, er werd natuurlijk een tijd terug ook best wel af en toe dingetjes, werd een beetje lacherig over. Kijk, als je bijvoorbeeld druk gaat zetten en je legt dat uit in een dobbelsteen, dat was het grappige verhaal, het dobbelsteentje 5, en je legt het uit hoe clubs bijvoorbeeld druk zetten in een dobbelsteenvorm, dan snapt iedereen dat. Ja. En zonder dat je heel ingewikkeld, gecompliceerd gaat praten over, ja, en dan moet die een beetje naar binnen krijgen. Gewoon heel duidelijk uitleggen. En ik denk dat daar mijn kracht ligt, dat ik vrij duidelijk dingen uitleg. Zoals ik het in mijn hoofd heb, zeg ik het ook gewoon. Ik ga er niet in bocht omheen wringen. Is dat, we gaan het zo meteen nog over de jeugd van Ajax hebben. En je hebt onder andere ook een voetbalschool gehad. Ja. Maar omdat je een voetbalschool hebt gehad, waar kinderen komen, daar moet je dingen heel duidelijk uitleggen. Absoluut. Behandel jij een kijker iets meer als... Nee, ik behandel een kijker zoals ik zelf voetbal. Dus het is niet dat ik het vereenvoudig of dat ik... Maar ik heb jongens getraind van 16 jaar, 17 jaar. En ik heb met kinderen van 4 op mijn knie gezeten om uit te leggen wat voor oefening ik bedoel of wat ik wil zien. Dus in alle vormen heb ik dingen moeten uitleggen. En je hebt natuurlijk ook met ouders te maken en je legt uit waarom bepaalde dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En je hebt ook met ouders te maken die helemaal niks met voetbal hebben en die zijn gewoon heel enthousiaste ouder en hun kind kan toevallig heel goed voetballen. Dus je probeert op alle vlakken dingen gewoon goed uit te leggen. Zoals ik het zie. En dat heeft niks te maken met dat ik het badinerend of dat ik het op een bepaalde manier wil uitleggen. Zodat, op een kinderlijk niveau. Nee, ik leg het gewoon uit zoals ik het in mijn hoofd heb. En dat komt er ook uit. Ja. Het is ook heerlijk dat wij daar als kijker van kunnen genieten. En ik kijk graag naar je. Ja. Maar ergens voelt het ook een beetje alsof het zonde is dat dat op deze manier verloren gaat voor Ajax. In de zin van, zou je daar niet als meerwaarde... Ja, ik snap dat je geen open sollicitatie gaat doen, maar... Nee, ik kan daar best wel heel eerlijk over zijn. Er is natuurlijk best wel heel vaak gesproken over het feit waarom ik niet een trainers iets bij Ajax doe of een andere vorm. En het had ook echt wel gekund, want er was echt wel een periode dat ik het ook aangegeven heb van, nee, luister, weet je, mocht het nodig zijn. Alleen... Ja, ik heb wel een mening. Ja. En ik weet niet of dat altijd gepast heeft. Er waren natuurlijk ook andere periodes bij Ajax waarin andere mensen in de jeugd rondliepen die een hele sterke mening ook hadden. Alleen, ja, er is ook wel een periode geweest dat het wel heel erg goed gepast had. En daar is toen niet veel mee gedaan. Oké. Als ik het zo hoor, zou dat nu... alweer een andere situatie kunnen zijn? Nee, ik zou nu ben ik gewoon echt op mijn plek. Ja, okay. Ik heb wel echt het idee dat dit hetgeen is wat ik echt wel heel erg leuk vind. En voor mijn gevoel, en dat zeg ik ook wel vaker, op zo'n veld staan of in een studio vertellen wat je gezien hebt of wat je vindt, Dat vind ik fantastisch. En helemaal in zo'n stadion, weet je, straks met publiek weer. Ja. Ja, ik vind dat wel heel cool. Het komt een heel klein beetje heel dicht bij wat je ooit zelf als voetballer meemaakte. Als je zo die arena binnenkomt of de Kuip binnenkomt. En dat gevoel gaat nooit weg. Dus als jij ooit als tegenstander of als thuisspelende speler het stadion binnenkwam. Het aantal mensen die er al zat bij de warming-up. Uitfluiten of niet. Dat gevoel, als je daar op het veld staat, ook al is het met een microfoon, ja, ik vind dat iets heel moois. Dat kun je als trainer ook hebben natuurlijk. Ja, maar dan moet je wel absoluut die wil hebben om hoofdtrainer te worden en van een profclub dan, daar heb je het dan over. Dan moet je echt wel die wil hebben. En dan moet je al heel erg vroeg dingen opzij zetten voor die droom. En dat heb ik al heel vroeg niet gedaan. Dus voor mij is 15, 16 jaar is echt wel volgens mij de max waarin je nog kinderen kan kneden, waarin je nog dingen kan aangeven. En dat er zonder hoezo en waarom. Weet je wel? Dus ik vind dat wel een mooie leeftijd. 15, duidelijk. 16 is de perfecte leeftijd. En jonger natuurlijk. Okay. Nou ja, het begon natuurlijk wel allemaal bij ons aller Ajax in Amsterdam. Ja. Wat is eigenlijk je mooiste herinnering aan je jeugdjaren bij Ajax? Want je hebt samen gespeeld met Roy, de Boertjes, Kreek, Witsche. Ik denk allereerst natuurlijk gescout worden via het Amsterdamse elftal. Dat bestond toen nog bij Riekerhaven. Dat is nu inmiddels bebouwd terrein. Daar wonen inmiddels mensen. Maar dat was echt in Amsterdam. Riekerhaven was een mekka van talent wat daar kwam. En dan had je Janny van de Veen en je had Herman Borman. Die stonden langs de lijn te kijken naar alle talent wat daar... De jongens van Ajax kwamen. Pas later stroomden die in bij de laatste 24 die er overbleven. Want we vormden een Amsterdams elftal. Met jongens van DWS, Ajax, DWV, noem maar op. En ADE, want ik speelde bij een klein clubje in Weesp. Nou, het moment dat dan bijvoorbeeld Janny van de Veen naar mijn vader stapt en mijn vader in de auto zegt, meneer Van de Veen kwam naar me toe en vroeg of jij volgend jaar bij Ajax wilde komen voetballen. Ja, dat is het mooiste moment. Dat is het moment dat je zeg maar op een gegeven moment besef krijgt, hey, ik ben dus blijkbaar echt goed. Nou, dan kom je bij Ajax terecht en dan kom je in een team met Danny Muller, Richard Witsche, Ronald Frank de Boer, Brian Roy, Michel Kreek. Ja, ik kan wel doorgaan. Danny Hesp, ikzelf dan. Dus dan staan gewoon 8, 9 jongens die uiteindelijk allemaal in Ajax 1 speelden. Nou, ik kan me niet herinneren, behalve Barcelona misschien, in de hele goede tijd, dat er 8, 9 jongens vanuit één team in Ajax 1 terecht kwamen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal buitengewoon talentvolle spelers geweest, maar heeft dat denk ik ook te maken dat in die periode had Ajax ook gewoon niet zoveel geld, hè? Nee, daar heeft het allemaal mee te maken. Ja. Ajax was nagenoeg failliet. Ja. Er zaten, voordat wij doorbraken, zaten er 8.000, 9.000 mensen in de meer. Ja. Nou, je zag gewoon lege plekken. Onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Dat kun je nu niet voorstellen, maar er zaten gewoon 8.000 tot 9.000 mensen op een zondagmiddag, 14:30. En dan was de helft geglipt over de... Ja. Dus Ajax was eigenlijk nagenoeg failliet, totdat Bergkamp en Jong verkocht werden aan Inter. Ja. En er wat meer kon. En toen kwamen... toen ging ik ook weg. Ja. En toen kwamen dus zeg maar de Finidi's, de Rijkaard kwam. Ja. Dus... Toen werd er eigenlijk het elftal van 94, 95 werd toen gesmeed. Ja. In die zin misschien een zegen geweest juist, dat het op deze manier is gegaan. Voor ons natuurlijk een zegen. Ja. Wij voetbalden allemaal onder een jeugdcontract. En ik durf dat bijna niet eens te zeggen hoeveel het was in euro's. Daar koop je volgens mij bij de McDonald's nog niet eens een Happy Meal voor. Maar goed, wij voetbalden natuurlijk allemaal voor een jeugdcontract. En... naarmate je dus je debuut maakte en je meer gezien werd. Kijk, wij hadden natuurlijk ook het geluk dat we met het tweede elftal toen heel ver in de beker kwamen. Dat wij eigenlijk door Ajax 1 overgenomen werden. En die gingen de volgende ronde eruit. Waarbij wij allemaal met zo'n gezicht rondliepen. Maar wij hebben natuurlijk best wel geleidelijk via Ajax 2, A1. En toen we het debuut maakten, waren allemaal 17. Ja. Nou, dan had je nog Clarence Seedorf iets later. Die was 16. Tja. Nou, kan jij je nu voorstellen dat een 16-jarige speler nu in Ajax 1 zijn debuut maakt? Gaat nooit meer gebeuren, kan ik je vertellen. Gravenberch is nog niet zo lang geleden. Maar... Is niet zo lang geleden, Gravenberch. Alleen uitzonderlijk talent. Ja. En ook het geluk, denk ik, dat voor hem, Frenkie de Jong, op tijd wegging. En hij het DNA had om exact die positie zo in te vullen zoals Ajax op dat moment voetbalde. Ja. Nu is het een andere positie, hè, meer vooruit. Maar het klopte. Hij was op het juiste moment, en dat is ook het dosis geluk en het geluksvak. Hij was op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste trainer. Ja, precies. Ja. Ja. Zijn dat die jeugdjaren waar we het over hebben? Zijn dat stiekem de mooiste jaren met z'n allen naar buitenlandse toernooien? Het horen de mooiste jaren te zijn. En ik denk dat het nu allemaal wel een beetje verhard is. Kijk, heel simpel gezegd, bij ons na de wedstrijd stond er een chocomelletje en een broodje kroket of een broodje frikandel stond er klaar. En niemand die daar moeilijk over deed. Weet je, in de kantine kon je dat ook nog allemaal krijgen. Ja. Dus wij werden ook, zeg maar, zijn opgeleid met Simon. En Simon, dat was de fysio. En er was één fysio en hij was volgens mij 1,30 meter hoog. En hij deed alles met acupressuur. Nou, dan zat je in de bus en had er eentje achter in hoofdpijn. Dan ging hij met zijn lampje en aan je oor trekken. Dat werkte ook? En dat bleek dus ook te werken. Ja, en serieus. Dus die man, die, het was allemaal romantischer. En het is nu, denk ik, de enige buitenlandse speler, denk ik, die in de jeugd, tweede helft, dat kan je niet eens meer jeugd opnoemen. Nee. Maar die kwam je tegen pas in het tweede. En dat waren spelers die bij het eerste, zoals Alistair Dick, niet in aanmerking kwamen, maar die dan in het tweede speelden. Dus dat was de eerste keer dat je met een buitenlandse speler, Jan Mulby of dat soort dingen. Dus het was allemaal ons kent ons, romantisch, allemaal met elkaar opgegroeid. De trainers waren een soort halve vaders. Dus het was een andere tijd. Ja, tegenwoordig beginnen ze bij Ajax bij onder de 8, geloof ik. Ja. En vanaf dat moment lijken ze een beetje in zo'n keurslijf te gaan. En inderdaad jaar voor jaar overleven. Iedereen kent de documentaire, daar horen ze engelen zingen. Daar dat is wel een beetje achterhaald. Ja, dat is achterhaald. Ja, maar gewoon die beelden kent iedereen. Nu inmiddels zal het wel weer wat menselijker zijn. Maar qua voeding en zo, wat jij vertelt, is gewoon ook hoe ik bij de amateurvereniging speelde. Bij de plaatselijke amateurvereniging. Wij speelden ook tegen amateurs. Hè? Dus we speelden... Nee, je speelde nog helemaal niet landelijk. Nee, we speelden regionaal. En dan speelde je dus tegen DWS, tegen DWV. Ja. En dan had bijvoorbeeld, hoe heet het ook weer? Daar bij het Olympisch Stadion, Zwift. Ja. Zwift had in één keer een goede lichting. Dan speelde je in één keer tegen Zwift. En ja, de competitie was 7-0-1, 6-0-1, weet je wel. Dus het was allemaal regionaal. Op het moment dat je kampioen werd, dan ging je een ronde verder. En dan speelde je weer een hal. En dan uiteindelijk kwam je of PSV tegen of Feyenoord tegen. Dus je speelde wel om het kampioenschap. Maar je speelde wel tegen je leeftijdgenoten toen nog? Ja, altijd. Omdat volgens mij later zijn ze bijvoorbeeld de C1 tegen de B1 gaan zetten. Van amateur. Wat ze bij ons deden was dat wij speelden, en dat is dus ook zoiets, dat is ook veranderd. Wij speelden gewoon 3,5 wedstrijd in de week. Ja. En dat deden we helemaal niet moeilijk over, want je speelde met de B1 om 10 uur. Dan sloot je aan bij de A1, op zondag speelde je bij de A2. En als je nog een beetje geluk had, mocht je op dinsdag met de tweede. Dus wij speelden gewoon 4 wedstrijden of 3,5 of 3 wedstrijden. Je kon ook zomaar 1 wedstrijd in de week spelen. Alleen, er werd zo geschoven met spelers dat ik was 15, toen speelde ik in de tweede. Ja, omdat Johan Cruijff vond dat ik meer weerstand moest hebben. Nou, daar bleek dus AZ uit, Alkmaar de Hout. En dan speelde ik volgens mij tegen een ervaren spits, Loggies of zo, David Loggies of zoiets was het, geloof ik. En die was echt geslepen en dat was echt een beul. En daar moest je als 15-jarige jongen dan inschuiven, het laatste man tegen spelen. En dat was te zwaar. Alleen, dat werd wel op die manier getest. Dat werd niet met apparaten gegeven. Er werd gewoon, jij gaat spelen. Ja. En dan, succes. Ja, succes. Heb je dat op dat moment ook zo ervaren, dat is te zwaar? Maar iedereen die ooit heeft gevoetbald, die kent toch, zeg maar, als jij 17, 18 bent, en of dat nou bij de amateurs is of bij een BVO, als jij 17, 18 bent, dan ga je op een gegeven moment je eerste wedstrijd bij de senioren spelen. Ja. En ook al is dat in de reserveklasse en sta je tegen een dikke, oude, kale man, die eerste wedstrijd word je helemaal weggetikt. Ja. Gewoon omdat het ander voetbal is. Het gaat sneller, het is ook de spanning die je zelf meeneemt. je lichaam zit vol spanning, adrenaline. Je doet dingen net even anders dan dat je misschien bij de A1... waar je met 2 vingers in je neus voelt. Dus alles bij elkaar genomen. Of je nou in de 3e klasse onderbond speelt... of je speelt in jong Ajax, jong Feyenoord of jong PSV. Het is anders. Ja. Omdat, kijk, daarom zie je ook dat spelers, sommige spelers die 50 wedstrijden in de Eredivisie hebben gespeeld... worden opgeroepen voor het Nederlands elftal... krijgen na 60 minuten kramp. Ja. Nou, en dat is dus wat je lichaam, spanning met je lichaam doet. Nou, dat heb je ook als 17-jarige, maar ook als 15-jarige... dat je tegen spelers speelt waarvan je de panini-plaatjes net hebt geplakt. Ja. Ja, dus het was voor mij was dat net even 1 stap te veel. Maar dan was er ook geen probleem. Want dan speelde je gewoon de A1, A2, B1. Maar en als het dan nog kon, B2. Ja, ja. Want dan kon je helemaal laten zien hoe goed je was. Dus even wegen eigenlijk is het. Ja. Het was zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En daar ligt dus ook de ontwikkeling. En ja, ik ben het wat dat betreft dan misschien niet eens dat... er heel veel wordt gemeten en wordt gekeken van... ja, misschien in het rood, want je hebt een wedstrijd te veel gespeeld. Nu tegenwoordig, als jij op zaterdag een wedstrijd hebt gespeeld... ik zeg maar met de onder 14... dan mag je bijvoorbeeld op dinsdag maar 10 minuten of een half uurtje spelen... omdat je op zaterdag... Ja. Nee, ik snap hem. Ja. Snap je? Dus ga gewoon voetballen. Want van wedstrijden spelen ontwikkel je 10 keer meer... dan alleen maar van de training. Ja. Ja. En dan kan je echt tegen... leeftijdsgenoten op de training, partijen doen. Je kan op de training tegenover de beste spits gezet worden... of tegenover de beste verdediger. Wedstrijd is net even anders. Dus dat is ook een beetje de kritiek die volgens mij Dennis Bergkamp toen de tijd had. Toen, ik geloof Ruben Jonkind, die wilde spelers uit de competitie halen... om ze op een andere manier op te trainen, zeg maar. En hij had het als argument van nee, er moet gespeeld worden. Het kan nooit de bedoeling zijn dat je... dat je spelers niet meer laat voetballen, zeg maar. Dat weet ik niet, maar ik ben het wel ermee eens dat je moet gewoon wedstrijden spelen. Van wedstrijden word je echt beter. Okay, ja. En daar ligt voor mij in het ontwikkelen gewoon een hele belangrijke stap. Ja. Maar het is nu ook wel anders, zeg maar. Als ik jou hoor vertellen, dan deed je met Ajax 2 mee... en dan moest je de volgende dag bijvoorbeeld met de B2 mee... en dan dacht jij van, oh, leuk. Heb ik zin in wedstrijd spelen. Nu, tegenwoordig, als een jongen bij jong Ajax speelt... en dan moet hij de volgende week weer mee bij onder de 18, ik zeg maar... Ja. Dan wordt dat ook door de buitenwacht... maar waarschijnlijk daardoor ook meer door hemzelf... toch weer gezien als een teleurstelling, omdat het een stapje terug is. Nou, en dat is dus ook het hele social media gebeuren. En dat is dus ook wat, de image die er gebouwd wordt. Jongens hebben tegenwoordig op 15-jarige leeftijd de zaakwaarnemer. Nou, en als jij dan een bepaalde status hebt binnen een opleiding... of je bent een bepaalde speler, ja, dan wil je eigenlijk in één sneltrein vaart... wil je door je wil alleen naar maar boven. Vooruit. Terwijl het is... en daar hadden wij het eerder over. Het is soms gewoon heel goed als speler. Stel, je speelt in de onder 15. Is het heel goed om met de onder 16 mee te doen. Hè, voor die weerstand. Ja. En dan krijg je misschien maar 4 ballen per helft. Maar dan is het heel goed om met je eigen... maar ook wel eens goed om met een lage team... om verantwoordelijkheid te leren. Dus leer maar dat jij het team op sleeptouw neemt. Ja. Nee, leer maar dat jij nu laat zien in deze wedstrijd... wat het verschil is tussen die spelers... en jezelf. En dat jij die jongens uit onder de 14 meedoen. Zo creëer je dus ook bewustwording bij spelers. En dat vind ik, daar ligt dus, maar dat vind ik het mooi aan opleiden. Dat vind ik het mooi aan voetbal. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk een zoon die in de Ajax jeugdopleiding speelt. We hebben afgesproken van, daar gaan we het niet specifiek over hebben. Ja, zal ik uitleggen waarom ik het niet daarover wil hebben? Ja? Omdat, kijk, ik heb hem eigenlijk vanaf zijn... ik denk het moment dat hij ging voetballen tot zijn 11e, dat hij gescout werd, getraind. En op de voetbalschool ook nog, waar we misschien later op de voetbalschool ook nog getraind. Uiteindelijk is het zo dat hij het allemaal zelf moet doen. En hij is een individu die hard werkt en zich ontwikkelt. Positief, negatief, weet je, het gaat met ups en downs. En dan kan jij als jeugdspeler daar geen... nu is het maar eigenlijk zo, maar ook niet over jongens die binnen de Ajax-opleiding lopen, die ik ook getraind heb. Want er lopen er binnen BVO's lopen er 24 of 28 spelers die ik bij een club getraind heb. Ja. Of individueel, of bij mijn voetbalschool. Dus al die spelers, die ken ik heel goed. En ik weet positief, negatief, ik weet ouders, alles weet ik. Alleen... ik praat niet over spelers en ik praat al helemaal niet over mijn zoon... omdat dat dingen bemoeilijkt. Maar ook, het is zijn traject, zijn weg. En ik benader het ook een beetje zoals mijn ouders het hebben. Weet je, die stonden aan de zijkant en doe het maar, weet je. En mocht je het nodig hebben, tuurlijk praten we individueel. Maar hij moet het zelf doen. Ja. En dat is de reden waarom ik nooit, ook bij ESPN niet, nooit over jeugdvoetbal of over mijn zoon praat. Nou ja, vice versa heeft Kevin wel even aan hem gevraagd van wat moeten we eigenlijk aan je pa vragen? Wat vindt hij leuk? Oké. Van wie was jouw beste jeugdtrainer? Oei. Ja, ik heb toevallig voor, ik denk Ajax Magazine, heb ik laatst, of Ajax Live, heb ik een interview gegeven over een teamfoto die er was en dan ging het over trainers. Ja. Nou, en ik heb echt best wel wat jeugdtrainers gehad, omdat je in zoveel verschillende teams speelde. Mijn beste. Nou, laat ik het zo zeggen dat als je over mentaliteit praat, hè, wat... Kijk, het grappige is, nu is er best wel heel veel aandacht voor het mentale gedeelte. Ja. Hè? Dus dat voetballers mentale problemen tegenaan lopen. Hè? En nu zijn er zelfs 2 voetballers die een soort organisatie zijn gestart om voetballers te helpen of andere sporters. Alleen in de jeugd word je fysiek getraind, je wordt tactisch getraind, technisch getraind. Alleen het hele mentale gedeelte... Ja, dat is eigenlijk een ondergeschoven kind. En dat is, zoek het zelf uit. Ja, ben je er mentaal klaar voor? Want naarmate je dichter bij het eerste komt, dan is in één keer mentaal heel... Ja, is je mentaal sterk genoeg? Terwijl daarvoor is het eigenlijk nooit getraind. Nou, als je dan in mijn jeugd kijkt, dan hadden wij 1 trainer en dat was Dirk de Groot. En die was echt spijkerhard, maar ja, misschien oneerbiedig, tactisch niet... De grootste, want daar had je Tony Bruinslot en die waren gewoon daarin veel verder. Alleen mentaliteit, wil om te winnen, doorzetten, niet zeuren, luister je niet, kom je zitten. Doe je de dingen niet zoals je ze zou moeten doen of zoals ze afgesproken had, kom je zitten. Een ander die jouw plek in kan nemen. Vanuit dat oogpunt leerde je altijd, op het moment dat het fluitje ging, stond je aan. Want als je niet aanstond, keek je de 10 minuten aan en dan zei hij, kom maar. En dan zet hij een andere erin. En dan kon het je 1 keer gebeuren. Maar het gebeurde je echt never nooit een tweede keer. En dat heb je altijd meegenomen? Dat heb ik altijd meegenomen. En, maar was je je daar al bewust van? Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb bijvoorbeeld in mijn jeugdtrainerschap, heb ik op een gegeven moment, niet een strijd gehad met een jeugd. Maar praten we over de onder 11, 9 tegen 9 op 3/4 veld. En er was een speler, en die speelt nu zelfs bij Ajax. En er was een speler die, kauwgom in zijn mond. Dat vind ik al niks, maar goed, kauwgom in zijn mond. En die begon in de wissel. En ik zet hem erin. Maar de rest was aan het bikkelen. Het was een bekerwedstrijd. De rest was echt aan het bikkelen. Goed aan het worden. En hij, uit de toon, helemaal niks. Toen heb ik hem eruit gehaald. Ik zeg, kom maar, zitten. Nou, dat begreep hij in eerste instantie niet. Ja, andere jongen erin gezet, heb ik ook gezegd tegen die jongen van, luister... 2-3 minuten en dan haal ik je er weer uit. Ik wil iets, die jongens spelen. Ik zeg, kom maar, staan. Ik zeg, je gaat er weer in. Weer niet. Was een spits. Weer niet. Dus ik zeg, kom maar weer. En toen zag ik al lichtelijk de tranen zo een beetje niet op zijn wangen, maar ik zeg, kom maar zitten. Hij weer zitten. Ik ga het doorvertellen, maar het klinkt hard, maar ik wilde hem iets leren. Dus hij komt zitten en ik zie al zijn vader aan de overkant richting de dugout zo lopen. En ik denk, oké. Nou, dus die jongen zegt na 2 minuten, ik zeg, kom maar, weer staan. Ik zeg, ben je er nu klaar voor? Hij keek me zo aan, een beetje met die tranen. Hij zegt, ja, ik ben er klaar voor. Ik zeg, nou, laat het zien. Dus die jongen die gaat erin, weer niks. Ik zeg, kom maar eruit. En die vader gaat over het hek. Ik zeg, wil je dat nooit doen? Ik zeg, achter het hek, na de wedstrijd praten wij. Ik zeg, zitten. Nou, die jongen was nu inmiddels wel aan het huilen. Na 2 minuten weer. Ik zeg, ben je er nu echt klaar voor? Toen heb ik hem laatste man gezet. Ik denk, ja, jij moet nu iets leren. Hij speelde fantastisch. Daarna heb ik hem in de spits gezet. Je mocht toen een beetje, heb ik hem in de spits gezet. Wereldwedstrijd daarna afgemaakt. Na de wedstrijd ben ik naar die vader toe gegaan. En die vader begreep toen al een klein beetje wat hij aan het doen was. Ik zeg, dit vergeet hij nooit meer. Elke keer dat hij een wedstrijd gaat spelen, weet hij, vanaf de eerste minuut moet ik aan zijn. Nou, dus die jongen die staat zo met die traanoog, staat hij zo te kijken. Wrijft die tranen nog een beetje weg. Ik zeg, snap je wat ik gedaan heb? Ik had bijna zijn naam zeggen. Hij zegt, ja trainer, ik snap het. Ik hoefde hem nooit meer te waarschuwen. Elke wedstrijd stond hij aan. Elke wedstrijd. Hij heeft zelfs zijn plek verdiend via een andere B. Zit nu aan. En ik kan het hem 100 keer vertellen, maar ik kan het hem ook laten voelen. Deze jongen speelt nu bij Ajax. Speelt fantastisch. Elke wedstrijd aan. Ben wel heel benieuwd. Ja, maar, dat gaat, nee, maar snap je? Het gaat om het idee. Het en dat zijn van die dingen die ik dus van Dirk de Groot wel geleerd heb. Ja. En het klinkt misschien hard, maar dit is een les die hij de rest van zijn leven meeneemt. Ja. We wonnen die wedstrijd overigens met 13-1 of 13-0. Alleen ik wilde hem, specifiek hem, een les leren dat als de wedstrijd begint, interesseert me niet wat je ervoor doet, interesseert me niet wat je erna doet, maar iedereen rekent ook op jou. En dan kan het niet zo zijn dat 7 jongetjes zich uit de en dat jij... Ja, duidelijk. Het is ook voor veel jongens, net als met kauwgom inlopen, zal voor hun waarschijnlijk ook een blinde vlek zijn waarvan ze nog ineens doorhebben dat het iets is wat... Ja, maar het ging mij niet zozeer om het kauwgum, hoor. Want ik bedoel, dat als het jou fantastisch laat presteren, dan zeg ik iedere zaterdag kauwgum. Maar een bepaalde houding bedoel ik. Het gaat bij mij erom dat als je weet dat je ergens heel graag naartoe wil. Je wil ergens, je hebt een doel. Ja, dan kan je links, rechts. Maar je kan ook zorgen dat je in ieder geval alle voorwaarden richting dat doel goed hebt. Nou, en dat heb ik hem daar wel echt mee gegeven. Dat je ongeacht de wedstrijd, ongeacht de tegenstander, ongeacht aan zijn. Want je weet nooit wie er langs de kant staat. Mooi, ja. Nou, en dat is natuurlijk niet alleen op voetbalvlak, maar dat kan je ook gewoon verbreden naar ieders leven. Alles, alles. En voetbal, daarentegen is het mooiste om dit soort dingen te leren. Ja. Is het daarom ook zo belangrijk dat kinderen sporten in het algemeen? Gewoon los van op hoog niveau of 100.000%. Laag niveau. En in teamsport is het natuurlijk fantastisch, want kameraadschap, met elkaar samen iets bewerkstelligen, is natuurlijk het allermooiste wat je kan leren. Dat leer je niet op school, want school is dat vrij individueel. Jij krijgt een cijfer. Weet je, in sport kan je ook de zwakkeren meenemen in het succes. En daar ben jij. En daarom zei ik ook, het is soms ook leuk om met een lager team mee te doen, zodat jij die verantwoordelijkheid leert. En daar is sport, of je nou individueel tennis, ligt het aan jou. Je hebt een relatie met je coach. Je coach geeft jou opdrachten. Kan je die opdrachten uitvoeren? Botst dat? Weet je, dat zijn allemaal van die dingen die je in sport kan leren. Overigens is het wel zo dat bij Ajax wordt er nog wel eens bij de jeugdopleiding, komt nog wel eens naar buiten dat Ajax op dit moment op het mentale vlak nog wel eens achterloopt nog steeds. Het is echt een item in het voetbal. Noah Lang zegt dat hij naar een psycholoog gaat best vaak. Prupper stopt laatst door mentale dingen. Het gebeurt natuurlijk steeds meer. Het is zwaar onderschat. Het is in deze tijd wordt het natuurlijk meer toegelaten dat je met mensen gaat praten. Hoe belangrijk is dat in de jeugd? Nu zou het anders moeten dan die bikkelharde trainer van jou, toch? Nou ja, ik denk dat spelers tegenwoordig gewoon een meer gebruiksaanwijzing. Ik weet niet, het is wat minder naar elkaar toe corrigeren. Spiegelen. Ik denk waren jullie hard voor elkaar? Zeker. Ja, ik denk dat in een soms lacherige manier of door een grapje waar een ondertoon zat. Gewoon hard zeggen, je kan er niks van. Of die kan er niks van. Of laten merken. Nou, de trainers die hadden ook zoiets van, ja weet je. Kijk, er bestonden toen nog geen 100 BVO's. Dus de beste van de beste speelde bij Ajax, bij Feyenoord, bij Twente was er volgens mij toen nog. PSV had jeugd. Snap je? Dus in de hele regio was er geen AZ, was er geen Telstar. Je kon alleen maar naar Ajax of Haarlem. Dus de piramide naar die 2 teams die er dan per lichting waren, dat was natuurlijk best wel smal. En nu zie je dus dat best wel Utrecht heeft jeugd, Sparta, alle clubs hebben jeugd. Dus lukt het niet bij de een, is er misschien wel nog een vangnet bij de ander. En de vangnet was bij ons amateurs. En de afstanden waar nu Eindhoven 100 kilometer was, vroeger was dat bijna een onderneming om 100 kilometer. Weet je? Dus de tijd is allemaal wat sneller. Mensen nemen eerder een stap om het vangnet aan te spreken. Het vangnet is er ook. Alleen, ja, dus die hardheid die er vroeger was, dat had ook te maken met dat er maar een heel klein aanbod was om bij een BVO te spelen. Ja. Er waren maar 24 plekken of 25 plekken per lichting in een hele regio Noord-Holland. Was er dan meer drang om te overleven, zeg maar? Heb je dat idee? Ja, je moest ontzettend goed zijn. Ja. Om, nou, ik noem het elftal op. Ja, ja. En daar zat er toch geen... Nee, er zat geen kneuzen tussen. Nee, dus ja, ja, weet je, het was scherper. Het was duidelijker. Het was harder. Alleen nu is het zo dat het voetbal is sneller geworden, harder geworden. Ik zie nu jongens... onder 17 spelen, nou dat zijn gewoon volwassen kerels. Nou, wij waren vergeleken bij, dat waren wij guppen. Ja. Dus het is allemaal groter, fysiek sterker. Zij doen krachttraining, ze hebben voedingsdeskundigen. Zij spelen tegen andere BVO's. Dus het is allemaal niet te vergelijken. En ik denk dat als je nu die duidelijkheid, die hardheid zou hebben... dat daar best wel een heleboel aan onderdoor zouden gaan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, jij ging er niet aan onderdoor, maakte je debuut. 17 jaar, Sparta thuis. Ja, scoorde na 6 minuten. Klopt. Lekker debuut. Mooie 1-2 met Ronald de Boer. Ja, ja, ik zit even naar dat elftal te kijken. Wouters als aanvoerder van Schip, rechtsbuiten. Ja, het was onder Linder. En, ja. Wij hadden net daarvoor die periode gehad dat wij zo goed in de beker speelden. En ik mocht, Ronald had al zijn debuut gemaakt, geloof ik. Want wat haalden jullie toen met Ajax 2 in de beker? Ja, we schakelden Sparta, Groningen, Volendam, dacht ik, schakelden we uit. En we waren toen in de 4e ronde. En Ajax was volgens mij, hou me te goed hoor, waren uitgeschakeld door RKC of zo. En die namen het, toen vonden ze dat wij het goed hadden gedaan. En... nou ja, wij hadden echt wel een team met Verlaat en weet je, dus het was echt wel een goed team, leuk team. En wij vonden dat wij het recht hadden. Alleen ja, Ajax beslist anders. Het eerste, en in die ronde dat zij het overnamen, vlogen ze er weer uit. Ja, ja. Dus wij, wat ik al zei. Maar goed, ik maakte mijn debuut toen als inschuivende laatste man. Ja, ja. En ik de 6e minuut krijg een bal op het middenveld en ik dribbel iets op. En ik zie Ronald uit de dek komen, speel hem aan en hij legt hem breed. Speelde Ronald toen spits? Of was het spits? Ja. En hij legt hem breed tussen 3-4 man en ik pik hem op en ik sprint eigenlijk op de goeie af en ik stift hem over hem heen. Hij kwam, ja, we wisten dat de goeie en Hielen, toen Joop Hielen, die hadden de neiging om snel te gaan liggen. Dus wij wisten dat als jij de bal iets omhoog speelde, dan... Maar dit was wel een mooie stift trouwens. En ja, het was een topdebuut, mooi debuut. 2-1 volgens mij wonnen we. Het was best wel... Daarna kon je gaan zitten. Ja. Voor de rest van het jaar, toch? Ja, toen want pas in mei kon je weer, mocht je weer. Ja, en toen ook geen probleem hoor. Ik heb gewoon, nee, ik heb toen ook gewoon verder gespeeld in tweede, in de A1. Ja. Dat was echt geen probleem. De A1 was net zo sterk als tweede. En weet je, het was... Ja. Het maakte niet uit, want je kwam in de kleedkamer... en je wist eigenlijk niet wie er allemaal in de kleedkamer zouden zitten. Maar jij bent ook in die tijd al behoorlijk vergeleken met Rijkaard. Net zoals zoveel spelers daarna nog. Maar ja, heb je daar nog last van ondervonden ooit? Als je een bepaalde tred hebt en je hebt een lange pas... en je bent lang, je speelt op middenveld en je bent een 4... dan word je vergeleken met Rijkaard. Maar heb je daar nog druk van ondervonden toen de tijd of totaal niet? Nee, toen ik in Italië kwam... Kijk, Rijkaard was natuurlijk wel een echt begrip. En toen werd er wel vergeleken met Rijkaard. En ja, als je dan daar niet aan voldoet. Of kijk, ik heb in Italië gespeeld in een periode dat er maar 3 buitenlanders mochten spelen per wedstrijd. Dus, en wij hadden er 5. En dat waren alle 5 internationals. Dus ja, de kans dat je niet speelde was natuurlijk ook wel groot. Ja. En als er op jouw positie net een Italiaan was die het ook goed deed... Ja, dan was het eigenlijk afstrepen voor de coach van ja, wie ga ik laten? Nou, lang verhaal, maar in ieder geval, daar werd ik dan wel vergeleken. En ja, die vergelijking gaat best wel in positie en in misschien manier van spelen best wel gelijk op. Alleen in een heleboel andere facetten is Rijkaard een totaal andere speler en ook een grootheid. Oh. Ja, absolute grootheid. Ik vind zelfs nog een beetje onderschat zelfs. Ja, ik heb groot hij... Ik ben opgegroeid toen, nou ja, ik heb jou vooral, kende ik als speler van PSV. Ja. Daarvoor zit niet in mijn actieve herinnering. Dus je hebt de echte leuke mooie wedstrijden in de meer en dingen heb jij niet meegemaakt? Nou, niet, ja, van 4,95. Dat is wel een beetje mijn eerste actieve herinnering. Ik kan me wel Pettersson nog vaag herinneren dat ik dat een goede speler vond. Man. Dat was de ultieme spits. Ja, ja alleen, maar luister, ultieme spits in de combinatie, in opofferen, in het vanuit kunnen spelen, weet je. Hij scoorde niet heel veel, ja. Alleen het was wel, ja, hij is niet voor niet zo geliefd in Amsterdam. Het was wel de spits, zoals bijvoorbeeld voor een heleboel spitsen daarna aan werd gespiegeld hoe je in de combinatie mee moest kunnen voetballen. Ja. Kijk, als wij nu Haller bekritiseren, dan bekritiseren we hem eigenlijk omdat wij weten hoe een Ajax-spits in de combinatie zou kunnen en moeten spelen. Ja. Nou ja, wij hebben het best vaak erover van wat is een Ajax-spits. Maar jij zegt eigenlijk van Pettersson aan die tijd, dat is een beetje de definitie van een Ajax-spits. Nou, Pettersson in die tijd gecombineerd met de doelgerichtheid van een Van Basten, Kluivert. Die is perfect. Dus dan praat je over de ultieme spitsenmachine. Ja. Weet je, maar het voetbalgedeelte, het kunnen combinatie, het stilistische van Van Basten, de schoonheid van Van Basten, de doelgerichtheid van Kluivert, de gretigheid van Suarez. Weet je, als je dat allemaal in één kan proppen, dan heb je de ideale spits. Maar over het meevoetballen en het gecombineerd en ruimte maken voor Bergkamp, is er eentje. Zou een Brobbey naar zoiets toe kunnen groeien in de toekomst? Qua meevoetbal? Nou ja, ik vind hem vrij compleet. Qua talent vind ik hem vrij compleet. Hij is redelijk balvast, hij is sterk, hij is snel. Ja, maar dat heeft hij wel echt de afgelopen periode. Kijk, over wedstrijden spelen gesproken. Kijk, wij hebben Brobbey in Jong Ajax zien spelen. Denk ik, toch? Ja. Jij ook? Nou, hebben we hem best wel vaak zien spelen. En daar was het een ongepolijste spits. Sterk. Kwam heel vaak door zijn kracht kwam hij uit situaties. In de 1-tegen-1 wist je niet 100% of het een goal zou worden of dat die bal bij de cornervlag zou eindigen. Maar daar vind ik dat hij nog steeds in zou kunnen groeien. Ah, okay. Hij in de 16... heel gevaarlijk. En hij heeft wedstrijden gehad waar hij 6 kansen, 2 goals en 4 waarvan je dacht, nou die 4 hadden eigenlijk er eerder in gemoeten dan die 2 goals die je maakt. Ik denk dat hij mede doordat hij met het eerste elftal is mee gaan trainen op een gegeven moment, mede doordat hij het geluk heeft gehad dat hij succesvol in de invalbeurten was. Want je kan ook invallen en er gebeurt niks. Je kan ook invallen bij een 2-1 voorsprong dat je niet de 3-1 maakt. Hij had het geluk dat hij op de juiste moment, juiste plek, in periodes inviel dat de tegenstander iets moest. Het veld wat opener was. En hij scoorde. Ja. Dat is zijn kwaliteit. Alleen op een gegeven moment was hij een soort de ideale tweede spits in de Champions League. Invallen en belangrijk kunnen zijn. Nou, en dan maakt hij de beslissing om naar Red Bull te gaan, naar Leipzig. Waar hij misschien bewust extra concurrentie kreeg, want er werd nog wat extra bijgekocht. En de situatie veranderde voor hem. Maar hij heeft het geluk gehad dat hij die wedstrijden kon spelen, dat er bij Ajax een bepaald gevoel over hem is overbleven. Als hij alleen in Jong had gespeeld, dan had Ajax echt niet zoveel moeite gedaan om hem terug te halen. Maar hij heeft in die 6, 7 wedstrijden dat hij inviel, heeft hij zo'n indruk achtergelaten dat men in één keer dacht, goh, misschien is dit wel meer dan een tweede spits. Maar dat heeft hij wel zelf gecreëerd uiteindelijk. Dat heeft hij zelf gecreëerd en het geluk gehad dat die mogelijkheid zich voordeed. Ja. Nou, en hij komt terug en het lijkt wel alsof hij nog sterker is geworden. Alsof hij nog beter de bal bij zich kan houden. Want tegen Utrecht werd hij een paar keer ingespeeld. Nou, geloof me, bij Jong Ajax waren die ballen weggesprongen. En nu hield hij ze vast. Men kon vanuit hem een beetje doorvoetballen. Nou, ik vond dat hij dat altijd al wel heeft. Maar ik volg hem ook al lang vrij nadrukkelijk vanuit de jeugd. En mijn twijfel, machinist van de Brobbey fan. Nou ja, misschien ben ik dan niet helemaal objectief. Alleen de enige twijfel waar ik bij hem, die ik bij hem had, zeg maar in de jeugd, is dat van, ja, hij doet inderdaad veel op kracht. En wat blijft er van hem over als hij tegen volwassen mensen staat? Ja. En tuurlijk was het in Jong Ajax nog wel af en toe wat ongepolijst. Maar ik dacht, nou ja, dat heeft misschien ook wel tijd nodig. Ja, maar als je dat dan bijvoorbeeld vergeleek met Dolberg. Dolberg was in jong in de jeugd was hij eigenlijk ook wel fluweelachtig. Ja. Prachtige acties, mooie aannames. Zeker, zeker. Nou, en dan komt hij bij het eerste. Nou, in het begin hebben wij echt... Ik heb op de bank gestaan voor sommige acties, sommige goals. Ja. Ik kan me nog eentje volgens mij bij Lille uit herinneren... dat hij zo'n stiffie heel laag over de keeper... Ja, Lyon, denk ik. Ja. Heel laag over de keeper... Ja. Dat was half. Maar mijn kritiek op Dolberg is ook dat hij 80 minuten uitstaat. En ik vind ook een Ajax-spits, die moet met zijn rug tegen die verdediging aan. Mario was ook 80 minuten uit. En 10 minuten was hij dodelijk. Ja. Nou, en bij Ajax verwacht men meer van een spits. Men verwacht dat hij 90 minuten aanwezig is, meevoetbalt... Eerste paal. Weet je, dus er wordt zoveel meer verwacht. Alleen, mijn vraag bij Jong was... Kan Brobbey dat? Heb ik me echt afgevraagd. Ja, ja, ja. En hij heeft het, denk ik, echt het geluk gehad dat die mogelijkheden zich voordeden. Dat hij met beide handen heeft aangegrepen, want dat heeft hij zelf gedaan. Ja. Dat heeft hij zelf gedaan. En dat hij weggegaan is en nu met heel veel liefde teruggehaald is. Want dat is ook belangrijk voor een speler. Want hij had het gevoel toen hij bij Jong speelde dat hij misschien niet serieus of niet de kans zou krijgen. Want Haller werd gehaald. Ja. Hij gaat weg en hij is nu met alle egaars wordt hij teruggehaald. Dus dan zit je toch anders in zo'n kleedkamer, anders in... En ik denk dat dat ook veel met hem gedaan heeft. Ja, dat ongetwijfeld. Ik heb nog één vraag voordat we misschien verder moeten. Ik weet niet, draaiboek. Vanuit jouw oude positie, had je dan liever met Brobbey of Haller in de spits gespeeld? Dan beredeneer ik het een beetje vanuit hoe Blind ook zou kunnen spelen. Dat hij even keihard die spits inspeelt, die dan leunt. Ja, ik denk dat het bij Ajax niet zo heel veel uitmaakt. Nee? Nee. Kijk, een Ajax-spits krijgt in een jaar... Laten we ervan uitgaan dat je 4-5 kansen per wedstrijd krijgt. Nou, maal 34, competitie. Ja. Dan zit je al rond de 190 kansen, zoiets. Oké, geen idee, maar laten we zo daarvan uitgaan. Ja. Dan heb je nog de Europese wedstrijden, de KVB-beker. Dus je krijgt best wel heel veel kansen als spits. Haller krijgt ze, Brobbey zal ze krijgen, Dolberg krijgt ze, Huntelaar krijgt ze. Ik bedoel er meer van, wat vind je lekkerder voetballen, zeg maar? Als Brobbey hetgene waar we het over hebben, dat aanspelen, door kunnen voetballen. Als hij dat nog verfijnt en nog beter gaat beheersen, dan is het natuurlijk wel een machine. Qua fysiek. Qua honger om te scoren, dan heeft hij werkelijk alles. Haller, die heeft in de tijd dat hij bij Ajax zit, vind ik, het meevoetballen heeft hij echt verbeterd. In het begin was het echt, sprongen ze van zijn voet. Hij leek wel niet fit. Hij leek absoluut niet fit. Ja. Als je het nu vergelijkt, hoe hij de laatste Champions League... Zeker. Maar ook de eerste helft competities... met niet voor niets topscorer. En ook hoe hij meevoetbalde, vond ik echt in de drukte. Want vergis je niet, hè, want alles bij Ajax gaat nu naar voren. In de drukte, daar nog steeds je ding kunnen doen, is best lastig. Dus ja, ze zijn allebei geen Pettersson. Nee. Maar ze hebben allebei wel meer doelgerichtheid dan Pettersson. Ze zijn geen Van Basten, geen stylisten. Ja. Ja, weet je, het is niet de honger van Suarez die een stuk uit je kraag bijt. Alleen, het zijn allebei goede spitsen die je allebei in kan spelen. Ja. Tegenwoordig in kan spelen en doorvoetballen. Ja. Plus ook multifunctioneel, want je kan er ook nog eens een voorzet op geven. Absoluut. Dat is ook wel eens niet geweest. Absoluut. Als je naar het elftal kijkt waar jij in speelde, had je één speler van boven de 30, Arnold Muren toen. Zo. Toch? Gewoon in periode? De tijd dat jij er speelde. De rest was 28 of jonger. Er zat heel veel talent, maar geen ervaring. Ik zit helemaal in de... Arnold Muren, ja, klopt. Ja, mooie man. En als je nu de parallel trekt naar dit Ajax... Hè, het Ajax de Europa League finale haalde in 2017... Ja. En dat daarna Tadic en Blind haalde... na jouw vertrek, Rijkaard. Ja. Hoe belangrijk is zo'n mix van ervaring en talent? Belangrijk. Heel belangrijk. Ik denk dat... Dat het voor de jonge jongens cruciaal is dat er ervaring in het team is. Kijk, ik had natuurlijk Jan Wouters en die was toen 28. Maar Jan Wouters die heeft ons, jonge jongens, zoveel bijgebracht. Kijk, waar ik in de jeugd Dirk de Groot nodig had, hadden wij in het eerste Jan Wouters nodig. Jan grapte niet, want die vond, jij speelt met mijn geld. Weet je, als jij liep te kloten, als Richard in de wedstrijd niet oplette, of ik gooide een bal verkeerd in, ja. Dus op buikhoogte, zodat hij niet op zijn borst, ja, of niet op zijn dijbeen kwam, nou, dan kreeg je er echt van langs. Als ik niet de bal voor hem inspeelde, dus op zijn goede been voor hem, ik als inschuivende laatste man dribbelde het middenveld in en Jan die bood zich aan en ik speelde hem te zacht of niet hard genoeg in op zijn goede been. Nou, dan kon hij echt ontploffen. Maar in die tijd was het ook meer op winstpremie, denk ik, voetballen. Nou, ook, maar ja, het ging om de details. Ja. Het ging om de details bepaalden of je won en kampioen werd. Maar omdat je zegt, ja, je speelt met mijn geld. Dat is ja, op dat moment, het is een bepaalde uitdrukking. Dat, ja, weet je, wij hadden een basissalaris en je had premies. Ja. En die premies, toen waren nog maar 2 punten per wedstrijd. Ja. Dus ja, dat maakte natuurlijk wel uit of je ja, een wedstrijd 1-1 of 5-1 won. Dus... Ja, en nu toevallig, als de mensen dit luisteren, staat er ook een aflevering van de Core Podcast online van Bart Vriends, Maarten de Fokkert en Thomas Vaar. En het gaat over contracten. En daarin vertelt Maarten de Fokkert ook. Dan zat hij op de bank bij Heerenveen, maar dan scoorde Oet in de laatste minuut. En dan ging iedereen helemaal uit zijn plaat. Ja. En dan... Eén, om die 3 punten, maar ook om de winstpremie. Absoluut. Want voor een reservekeeper was dat heel veel. Nou, en ook het aantal wedstrijden. Dus als jij kampioen werd, dan hing het erom hoeveel wedstrijden jij had gespeeld. Als jij geloof ik meer dan 25 wedstrijden had gespeeld. Dus invallen was gewoon ook al heel laag. Ja, ja, ja. Als jij meer dan 25, dan kreeg je 100%. En zo liep het. Ja. Percentueel liep dat naar beneden. Nou, dus je kan je voorstellen dat invallen in de laatste minuut... Ja, wezenlijk verschil uitmaakte. Tegenwoordig wordt dat een stuk minder, vertelden ze. Maar dat moet je luisteren in de Core Podcast. Onder Beenhakker brak je echt door. Ja. Ja, je hebt het op Twitter een keer gedeeld. Die geniale boetebrief. Ja. Jong Oranje. Jullie speelden tegen Jong IJsland. Verloren 3-2. Ja. En Don Leo vond jullie niet goed genoeg. En gaf jullie een boete voor een wedstrijd bij een andere... Ja, bij het land. En Frank kreeg 500. Omdat hij op de bank zat. Omdat hij op de bank zat en inviel. Dus die had maar halve schuld. Ja. Maar ik heb, even correctie, ik heb een stukje, een verslag van die wedstrijd heb ik gekregen. Ja. En daar stond in dat ik als een van de weinigen me onderscheidde in die wedstrijd. Maar het was wel gewoon 1000 piek. Ja? Ondanks dat kreeg gewoon 1000 gulden boete. Ja. Dus... ja, onrechtvaardig was het in die Maar periode. Leo Beenhakker was technisch directeur. Die zag die wedstrijd. Die dacht, hé, hey, die jongen... hij was trainer, of niet? Was hij hier in jouw brief, okay, op jouw foto staat Leo Beenhakker, technisch directeur. Ja, nou ja, in ieder geval, hij... dat was natuurlijk niet oké als Nederland verloor van IJsland in die tijd. En vanuit de KVB werd er wel geklaagd dat wij volgens mij niet heel erg serieus met die wedstrijd bezig waren. Nou, en als je dan ook nog eens verliest, dan heb je de pop aan het dansen. En die poppen die kosten 1000 gulden. Ja. Nou, en dat is veel, want dat was ongeveer de helft van je hele maand. Zo. Nou ja, je was een voetballende verdediger. Van Gaal maakte je een middenvelder. Daar was je niet blij mee in eerste instantie, toch? Nee, als je je hele jeugd inschuivend de laatste man hebt gespeeld. En je komt bij het eerste jaar het Nederlands elftal. En dat was ook omdat Koeman... Kijk, ik had natuurlijk best wel de pech dat... Ja, op die positie, en daar hebben we het ook over gehad, over gelukken. Maar op mijn positie in het Nederlands elftal stond Ronald Koeman. Nou, die was in de bloei van zijn leven. Die ging net naar Barcelona. Ja. En die had een conflict met Michels gekregen. En die werd voor 2 wedstrijden geschorst. Nou, en die 2 wedstrijden mocht ik spelen. Nou, die waren vanwege ook de spanning... Van mijn kant niet fantastisch, niet slecht. We wonnen wel Malta en IJsland, geloof ik. Maar in ieder geval, weer IJsland. Kostte je geen 1000 piek, dit. Nee, kostte me geen. Dus we wonnen wel. Alleen, ja, ook een beetje spanning. En weet je, dat ebt, dan slijt dat weg naarmate je meer. Alleen, ik kwam niet in aanmerking. Omdat, ja, Ronald Koeman was gewoon echt de nummer 1. Absoluut de nummer 1. Maar goed, ja, ik heb die 2 wedstrijden wel... als iets heel moois ervaren, nog een paar keer wel op de bank gezeten. Alleen je komt als centrale verdediger inschuivend, maak je debuut, je bent echt dat gewend. En ja, Louis, die hanteerde dat nog, de eerste 3 UEFA Cup wedstrijden ook nog, ja, die we in de kou, nee, eerste 2 in de kou speelden, die in Düsseldorf, vanwege die schorsing. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik de mededeling dat hij toch in mij meer een middenvelder zag, een rechte middenvelder met meer diepgang dan een inschuivende laatste man. En dat hij eigenlijk liever met Blind en Jonk wilde spelen in het midden. Nou, als je dat hoort, dan... Ja, ik had er wel al een... Weet je, je voelt soms al dingen aankomen. En ik had dat gevoel had ik al. Dus toen had ik een interview gegeven in de Nieuwe Revue met Barend en Van Dorp, waar ik het aangaf dat ik het oneerlijk vond. Nou, en daar werd hij echt bloedlink over. Heeft hij mee gegooid met die Nieuwe Revue. Ik moest op zijn kantoor komen. Ja, want één ding moet je niet doen, is Louis van Gaal oneerlijk noemen. Dus ja daar werd hij echt wit heet. Het helpt niet mee. Het hielp niet mee. Nou, dus ik verdween naar de bank, mocht af en toe invallen. De hele UEFA Cup Tour, wel gespeeld, niet gespeeld, op de bank, samen met Johnny. Ja. Die had ook een akkefietje. Dus er is nog één legendarische foto, zeg maar, van de Zar, Johnny van het Schip, Alfons Groenendijk zit op de bank, Johnny helemaal in de vaseline, want het was echt heel erg koud in Düsseldorf. Maar... Ja, uiteindelijk heeft hij wel gelijk gehad. Want Aaron, want hij zei je moet geduld hebben. Aaron, ja, die speelt nu rechtshalf. En Aaron die ging dus naar Lazio en die plek kwam vrij. En ja, ik kan niet anders zeggen, hij had het echt goed gezien. Ik voelde me als een vis in het water. Ik kwam in de 16 van de tegenstander meer. Ik scoorde 13 goals als middenvelder. En ik heb mijn beste seizoen ooit gehad. Een irritant goede set, heb je wel eens gezegd, toch? Ja, een hele irritant goede set. Had hij weer irritant goed gezien ook. Maar is dat 1992, 93 denk ik dan? Het jaar na de UEFA Cup? Ja. Denk ik, ja. Klopt. Want het jaar daarna ben je dan naar Genoa gegaan, ja. Ja, dat had te maken met de aanbieding die er van Ajax kwam. En dat was gewoon lachwekkend. Ja. In vergelijking met wat toen 17-jarige spelers toen al kregen, omdat Ajax een beetje in paniek was. Was deze aanbieding was gewoon door Van Os was echt wel echt een belachelijke aanbieding. Okay. En John van het Schip die zat al bij Genoa het seizoen na de... Ja. Die is gelijk weggegaan. Dus Johnny ging weg, of Aaron ging weg naar Lazio en Johnny ging naar Genoa. Ja. En toen kwamen we eigenlijk daar weer bij elkaar. Het zijn mindere plekken om te gaan voetballen. Ach, Serie A was echt fantastisch. En wij hadden een team met Lajos Detari, Thomas Kouravi, Dan Petrescu, Johnny en ik. Nou, volgens mij heb je ook een keer iets in de Lo Stadio podcast over die tijd bij Genoa verteld, toch? Klopt. Ja, die aflevering heb ik zitten luisteren. Fenomenaal mooi. Wij hebben wedstrijden gespeeld die we thuis moesten winnen. Weet je, dat je echt dacht, tegen Cremonese, kom op man, moeten we winnen. En die eindigde in 1-1, dan miste ik nog een kans. Lastig, maar ik had hem kunnen scoren. En de supporters die waren gewoon buiten aan het opwachten. En ik denk echt niet dat je het stadion buiten... want toevallig hoorde ik... hoe heet die keeper? Noppert van de Eagles. Luister, echt, ik kan je eerlijk vertellen... je komt echt het stadion uit. Ik wist dat niet. Dus ik dacht... Zal wel loslopen. Het lukt mij wel. Nou, wij hadden er eentje van de Digos. Digos, dat is eigenlijk de drugs commando in Italië. En we hadden er eentje bij ons die ons altijd beschermde. Ging in de bus mee... Voor mij heette die Victorio. Maar in ieder geval, die ging met mij. Hij zegt, wacht, ik loop met je mee. Dus wij lopen. En bij Genoa moet je dus een helling op. Waar de bus normaal naar beneden. Moet je helling op. Dan kom je even op de straatniveau. En dan ga je naar rechts. En dan kan je weer naar beneden. En dan kom je waar de auto's geparkeerd zijn van de spelers. Ik denk, nou, dat doe ik. Dus ik loop zo omhoog. Hij naast me. Hij hield me echt al een beetje tegen. Ik denk, laat los, man. Dus hij loopt mee. En we komen buiten. En er staan gewoon, denk ik, 15 tot 20... Nou, er stonden denk ik 200, maar 15 tot 20, die waren echt agressief. Ja. En die sloten half ons in. En eentje die, ze begonnen te schreeuwen. En eentje die wil een schop geven. Ja, echt gewoon een schop. En hij trok mij gelukkig net op tijd weg. Hij zegt, kom, we gaan terug. En toen kwam ik dus eigenlijk weer in de gang van de kleedkamer, waar al die spelers aan het wachten waren. Die wisten het al, dus die hadden echt zo'n... Die moesten lachen. Ja, die moesten lachen. Maar... En toen heb ik dus een tunnel gezien dat ik niet eens wist die er bestond. Dus in het stadion van Genoa loopt er een tunnel onder de middenlijn. Escape route. Ja, echt, serieus. Onder de middenlijn loopt er een tunnel, echt zo smal als dat een persoon. En we liepen achter elkaar zo de tunnel. En aan de andere kant stonden van die kleine busjes. Zijn we ingestapt naar een tolhuisje. En daar stonden dan de auto's klaar. En dan kon je naar huis. Heel bijzonder. De volgende dag moest je trainen en dan stonden ze er weer. Weet je, dan kwam je bij het ding en dan was het tegen auto's aan schoppen. En omdat je gelijk speelde tegen Cremonese thuis. Ja, en je denkt dus dat verhalen, tenminste dat denk ik altijd, dat zijn verhalen van vroeger. Maar inderdaad, die Noppert van de Eagles die vertelde, die zat in de serie B of serie C zelfs. En die zijn auto was gejat door de mafiosi. Ja. En dan mocht hij hem terugkopen, maar dan was die auto gestript. Interviewtje staat op de social media kanalen van ESPN. Zeker even kijken. Het mooiste aan dat hele interviewtje is dat hij aan het einde zegt, mooi man. Ja, mooi man. Maar, zo vertel jij het ook. Het is mooi. Ook mooi man. Weet je, dat zijn dingen die je gewoon nooit meer vergeet. En Wij kunnen ons dat niet voorstellen dat... Ja, nou misschien wel hoor, maar dat in Italië heb je gewoon heel veel tifosi, de supporters, die gewoon hun hele maandsalaris besteden aan een club. Ja. En dan komt er een of andere buitenlander uit Nederland of uit Hongarije, die misschien in hun ogen niet alles gegeven heeft. Ja. Ja, dat gevoel kan ik me wel voorstellen. Ja, nou, dat kan je wel voorstellen, maar het was niet, waarschijnlijk niet je hele maand. Nee, dat, ik kan nog net eten. Inderdaad, ja, precies. Maar. Dus, en die gasten die leven voor één ding. Ja. En al 40 jaar. En dan staan ze hier buiten op terug van, ja, wat de fuck doe jij? Ja, maar nou had ik laatst een gesprek met een prominent supporter bij Ajax. En die vertelde dat hij wel eens in gesprek met spelers was en dat hij... Ja, volgens mij was dat Zeefuik en die vertelde hem dat hij dacht dat Ajax de reis naar het buitenland betaalde voor de supporters. En toen dacht ik wel, ja, veel spelers staan ook wel ver van supporters af wat dat betreft. Nou, dat, ja. Maar goed, dat is even een zijlijntje. Heel raar. Ja, ik vind dat ook een rare afslag die hij daar had genomen. Ja. We hadden het over de invloed van Van Gaal op jouw carrière. Ja. Ja, ik ben dan wel benieuwd van Ten Hag, kan die dan ook zo'n rol spelen bij Iataren? Snap je? Ja, ik snap heel goed wat je wil, maar dus Van Gaal, op mijn carrière, die vergelijking snap ik, maar goed. Nee, maar hoe groot is de invloed van een trainer op een carrière? Ik snap wel wat je wil. Groot, voor zover de trainer in die uren die hij heeft bij de club, zo duidelijk kan zijn en zo de grens aan kan geven... dat die grens ook doorloopt in het sociale leven. Ja. Snap je een klein beetje ook bedoel? Ja. Dus met andere woorden, neem jij je, laten we zeggen, als er aangebeld wordt, doe jij na 22:00 s'avonds nog open? Of 11:00 komen je vrienden binnen. Doe jij dan nog open en laat je ze binnen gezellig doen. Of zeg even, whatever, vandaag niet. Eten, relatie, zaakwaarnemer, social media. Hoeveel invloed heeft dat op die speler? En hoe ver kan een coach of de groep jou daarin betrekken dat je dat allemaal kan uitsluiten? Ja. Nou, en ik weet niet hoe ver hij daarin is. Hoe ver hij zijn omgeving kan uitsluiten op bepaald gebied. Hè? Ik bedoel, je omgeving heb je altijd nodig. Maar hoeveel invloed zal dat hebben in zijn proces? En hoe positief kan hij zijn in jong Ajax? Hoe geduldig kan hij zijn? Hoe lang kan hij zichzelf geven? Of hoe lang geeft Ajax hem om weer zichzelf te worden? Hoe gaat het zijn als er geen plek blijkt te zijn? Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar... Ja. Wij hadden het er al over Bergwijn, die zou komen van Axel Dongen, die misschien weer een stap terug moet doen. Ja. Maar waar gaat Bergwijn spelen? Als je Anthony, Berghuis, Haller, Tadic hebt. En voor Iataren hetzelfde. Ja. Minuten maken, misschien wel, als het ooit zover komt, prima. Maar de egaars die hij bijvoorbeeld bij PSV had... Die zullen anders zijn, denk ik. Ja. En hoe mentaal gaat hij daarmee om? Snap je? En dat is mijn vraag. Mijn vraag is hoe geduldig, hoe lang kan hij blijven werken aan zijn best wel strikte regime. Want je moet nu heel strikt zijn. Ja, zo lang niet voetballen, zo mentaal eigenlijk jezelf verliezen. En zo, bepaalde interviews omarmen. Ik zie hem nog bij Schmid omarmen. Ik zie hem een interview van Kieft fantastisch vinden. Ja. Dat hij weer op het veld met Vanenburg staat. Fantastisch. Bij Ajax kans. Ik ga de graszoden eruit lopen, heb ik gelezen. Fantastisch. Alleen, de eerste tegenslag. Hoe ga je daarmee om? Ja. En hoe houdt Ajax hem positief? Of geduldig? Of hongerig? En hij is ook een goed voorbeeld. We hebben het over vangnetten gehad. Ja. Ik bedoel, voor hem zijn er natuurlijk heel veel vangnetten geweest. Maar op een gegeven moment bij Voetbal International hadden ze een mooie discussie. Stef de Bond met Freek Jansen en Marco Timmer. Van ja, het volgende vangnet is nog FC Utrecht. En dan is er weer een vangnet, maar hopelijk grijpt hij een keer de kans. Ja, ik hoop echt serieus dat we allemaal weer kunnen genieten. Heel Nederland kan genieten van het talent van Iataren. Ja. Ondanks dat het maar in een hele korte periode is geweest. Hè, want ja, 1,5 seizoen van Bommel volgens mij. Ja. Maar Ajax was ook in de jeugdjaren al... Ja, ze kennen hem natuurlijk al jaren, Las. Ja. Ja. Dus maar ja, wel op het hoogste niveau heeft hij natuurlijk dingen laten zien... waarbij iedereen wel ziet dat hij ontzettend goed kan voetballen. En hij is echt wel door een hele lastige, moeilijke periode. Ik zie hem de camera inlopen. Niemand krijgt mij kapot. Ik zie hem op een bank zitten met een gezicht van... nou, ik hoef er eigenlijk niet eens meer in. Nee. Zoek het uit. Als het voor 2 minuten is. Weet je, dus... Maar ja, na een verliespartij bij AZ dansen. Nou ja, hartjes sturen, op Ajax berichten. Dus weet je, het is emotioneel rollercoaster heeft die jongen ingezeten. En ik hoop echt voor hem. En ik hoop echt voor Ajax. En ik hoop dat Ten Hag zijn magic kan doen. Ja. Ja. Samen met de groep. Ik zat ook te kijken naar de afgelopen jaren bij Ajax. Een coach die invloed heeft op de carrière van een speler. Misschien Ten Hag enigszins bij Mazraoui. Die heel lang in de jeugd... niet per se vooraanstand. Bos en Ziyech. Ja. Toch? Ja, ik vind het lastig om dat op Ten Hag te schuiven. Want ja, Mazraoui heeft het ook gewoon wel zelf verdiend, vind ik. In jong Ajax. Dat is waar, dat is waar. Maar hij was een van de twee die nog geen contract en hij heeft dan ook geluk gehad dat die Deense rechtsback die we toen hadden. Nou ja, je kan misschien zeggen Lech, Tanane en Bazour. Dat waren toch wel echt... Die boek stonden als best wel lastig. En als je kijkt dat seizoen niet, maar het seizoen hiervoor, hoe hij dat toch tot een geheel gesmeed heeft, waarbij iedereen begreep wat zijn taak was. En ook Tanane begreep wat zijn taak was. En Tanane prachtige wedstrijden afwisselde met momenten dat je dacht, oké, nu is het wel handig als je even iets simpeler... Hij verliefst het af en toe nog zo eens wel eens. Ja, maar hij heeft 1 seizoen, heeft hij ze echt wel in het gareel gekregen. Ja. En daar had heel veel trainers en clubs wilden zich daar niet aan branden. En als ik nu kijk naar Bazour, hoe volwassen hij oogt, dat vind ik knap. Hartstikke goede voetballer. Dat vind ik knap. En heel goede voetballer. Ja. En dat Tanane dan alsnog... ontspoort of alsnog zijn eigen plan trekt. Ja, weet je, dan moet je daar ook afscheid van nemen. En dat heeft hij ook netjes, denk ik, zo gedaan. Ja, ja. Maar deels zal het ook misschien met ouder worden te maken hebben, denk ik zo. Kijk, ik zeg altijd, Gravenberch is nu 19. Ja. Ja. Denk je dat Gravenberch in zo'n emotionele... rollercoaster zou zijn gekomen qua persoon, qua figuur? Zal ook mogelijk met zijn omgeving te maken hebben, denk ik. Ja, het heeft met veel dingen te maken, maar ik denk dat dat wat stabieler oogt. Ondanks dat hij ook op de bank terecht zou kunnen komen, ondanks dat hij ook ontevreden kan zijn, ondanks dat hij misschien ook Ten Hag een lul zou kunnen vinden. Ja. Nee, ik denk niet dat het zo een emotioneel iets zou worden. Nee. Denk jij? Nee, ik denk het niet. Maar dan moet je bijvoorbeeld het voorbeeld Noah Lang nemen. Die geeft dan weer interviews in België. Dat ik denk, ja, je bent echt allesbehalve stabiel op het moment. Ja, maar dat is toch juist mooi. Hè? Noah Lang laat de kwetsbaarheid zien en laat zien dat hij... Ja, maar ik vind dat altijd wel heel simpel. Ik kan er helemaal niks mee. Want ik vind dat een stukje eerlijkheid. En ik vind dat juist als kijker mooi om te zien. Maar wat vind je dan mooi aan dat bijvoorbeeld hij moet dan naar het publiek zo doen? Ik denk wel dat het hem helpt dat hij vertelt dat hij mentale hulp... Oké, dat is het anders. Maar dat interview langs de zijlijn, dat hij altijd al goed speelt. Nee, of dat er een prijs wordt uitgereikt aan iemand dat hij zegt, iedereen weet bijvoorbeeld dat ik de beste. Maar dat is ook een beetje zijn image. En ik weet niet of dat goed is, maar ik vind dat niet per se. Snap je? Maar ik vind dat altijd heel lastig als mensen hebben de hoed van Depay of de uitstraling van Noah Lang. Nee. Noah Lang is typisch zo'n speler. Jij vertelde toen straks over Brobbey van hij kreeg een paar kansen en hij pakte hem. Noah Lang kreeg de kans tegen Valencia, maar had net de pech dat Valencia toen maar een punt nodig had, niet zo heel erg wilde voetballen en dat het er niet uitkwam die wedstrijd. Nou, Noah Lang heeft gewoon een probleem gehad dat hij in dezelfde rol als Tadic. Ja, en dat hij niet helemaal... je krijgt nooit een echte kans. Maar had Noah Lang die wedstrijd tegen Valencia goed gespeeld, dan was hij niet zo snel. Ja, maar wanneer had hij weer naar Jong terug moeten gaan? En Noah Lang is denk ik net nou een type speler die eigenlijk... die trein alleen maar vooruit wil zien gaan. Waar we het over hadden. Maar dat was Brobbey ook, die ging ook weg. Ja, maar ik denk dat Brobbey misschien toch wel die periodes dat hij in Ajax 1 mocht invallen en dan ook wel eens op zaterdag of vrijdag met Jong moest meedoen, deed hij ook gewoon. Ja. Zonder mokken, dat zonder klopt. Morren. En dan scoorde hij ook zijn kooltjes. En dan ging hij weer mee met het eerste. Dus je moet het ook in je hebben om dat te kunnen inzien. Dat sommige dingen handig zijn en sommige dingen niet zo heel handig zijn. Ja. En nou ja, sommige uitlatingen van Noah Lang. En ik snap heel goed wat jij zegt. Hè, iedereen moet wel zijn eerlijkheid kunnen behouden. Alleen sommige dingen vind ik, dan moet je even 2 keer op je tong bijten en denken, dit is niet handig als ik dit nu zeg. Nee. Ik kan het vinden, ik kan het denken, ik kan het in mijn omgeving delen. Maar niet iedereen hoeft daar een... Ik begrijp het ook niet, want dan scoort hij en dan moet hij zo'n stilgebaar maken. Ja, maar dat heel is allemaal vindt het toch... een klein beetje... Ik vind dat wel echt oude stempo. Ik bedoel, dat wordt ook een beetje bij de wereld nodig van nu. En dat je wilt denken, ja, maar waarom niet? Ja, als hij wel gewoon presteert en zijn doelpuntjes... Die interviewer die vraagt hem achteraf, ja, waarom doe je dat? En dan zegt hij, ja, ik juich hoe ik juich. En wie niet meer. Vind ik anders. Ik boeit me allemaal niet. Ja, het is voor mij een teken dat er kennelijk iets nog niet helemaal in balans is bij hem. Nee, maar hij geeft ook aan van, ja, ik heb mentale hulp, ik ben heel erg bezig met mezelf. Ja, het is wel een langlopend verhaal. Want bij iedere contractonderhandeling bij Ajax ging het over, ja, wat moet je verbeteren? Ja, mijn houding. Nou ja, weet je, het is al goed dat hij daarmee bezig is en dat hij daar hulp voor ingeschakeld heeft. Ik hoop misschien het van buitenaf. Misschien hebben de mensen in zijn omgeving, want ja. Ik neem aan dat die ook een mening hebben. Hebben die gezegd van, nou weet je, laten we dit proberen. Ja, ik hoop misschien het. Werkt dit wel voor je. Ik denk dat hij 2 keer zo goed zou kunnen zijn als dat hij minder bezig is met randzaken. Maar dat is het. Het is een hartstikke goede voetballer. Als hij is fantastisch. Ja. Ja. Bij momenten. Ja, nou ja. Ja, maar nu werd hij van de week werd hij gewisseld omdat Schreuder het tactisch beter vond om hem eruit te halen. Nou, en dan lees ik het en dan denk ik, oh. Ja, dat is mijn eerste. Nee, maar dat is mijn eerste gedachte. Ja. Dan denk ik, oh. En dat is wel iets wat ik meegenomen heb uit wat hij allemaal heeft laten zien. Ja, precies. Nou ja, alles heeft dus te maken met keuzes en je omgeving, et cetera. Nou ja, nogmaals, jij hebt aan zo'n Vink gevraagd, wat moeten we papa vragen? Dus hij zei ook van, ja, als jij nou kijkt naar de keuzes in je carrière, wat had je graag anders willen doen en waar ben je achteraf heel blij mee? Nou, ik ben wel heel erg van mening dat dingen lopen zoals ze moeten lopen. En je krijgt wat je toekomt. Kijk, en ik begrijp echt wel dat mensen die heel erg in een negatief iets zitten, daar niks mee kunnen. Nee. Alleen, ik ben wel van mening dat als ik niet de blessure had gehad, dat ik bepaalde dingen in mijn leven niet was tegengekomen. Dus mijn huidige vrouw, mijn kinderen niet gehad. Weet je, dus bepaalde dingen gebeuren. Ja, het klinkt een beetje zweverig, maar bepaalde dingen gebeuren gewoon omdat het moet gebeuren. Ja. Nou, en ik heb nergens spijt van. Ik heb ook echt nergens een gevoel van, daar heb ik het laten liggen of daar is mijn keuze niet goed geweest. Anders had ik nu niet hier gezeten waar ik nu zit. En ik vind wel dat wat je overkomt of wat er met je gebeurt, daar kan jij links of rechtsaf, heb ik altijd het idee. Je kan negatief denken, je kan blijven zitten. Nou, mijn knie wordt in 2 geschopt, kruisband wordt verkeerd geopereerd. Ik moet nog een kruisbandoperatie. Ik ben 2,5 jaar uit het voetbal. Ik kan nee zeggen tegen Ajax Cape Town. Ik kan verzwelgen in medelijden met mezelf. Alleen, ik ga naar Cape Town en daar bleek dus dat mijn knie gewoon te veel nodig heeft om iedere keer weer prestatie te kunnen leveren. Nou, dan kan ik kan terugkomen, ik kan nog doorsudderen en ik kan nog proberen bij een een amateurclub of onderkant eerste divisie, misschien nog iets anders. Nou, lang verhaal kort te maken. Ik heb beslissingen genomen. Ik ben soms linksaf gegaan en soms rechtsaf gegaan. En dat heeft me gebracht waar ik nu zit. Ja. Is dat een levensles? Of heb je echt wel... Luis Figo was het, geloof ik, hè, die de tackle inzette. Ja. Die heb je wel gehaat op dat moment mogelijk? Nee, ik zal je eerlijk vertellen. Dat moment kon hij niks aan doen. Nee. Het is wel omdat je moet vertellen hoe het gebeurd is. Dat je zijn naam noemt. Maar hij ging voor de bal, ik ging voor de bal. Ja. Het was een loose ball. Het was een bal die op een gegeven moment uit een duel... Ja. En we gingen allebei en hij maakt sliding en hij komt aan de zijkant erin. Ja. Dus hij kon er niks aan doen. Dus ik heb nooit iemand niet hoeven te haten. Het enige is dat ik... Ja, soms denk je wel eens van... Ja, waar zou het... Hoe had het gelopen? Maar ja, dat is dus rechtsaf gegaan. Ja. En ik ben linksaf gegaan. En ik denk dat ik... zielsgelukkig ben. Mooi. Met mijn links, rechts, links, links. Mooi hoor. Ja, en ik doe hetgeen wat ik het leukste vind. Ja. Op dit moment. Fijn. Zeker. Ja. En ook vroeger, want je was onderdeel van de patatgeneratie. Zo noemde Beenhakker het. Ook dat. Dat is wel mooi, hè? Als je nu zo'n... jij deelde afgelopen week die foto op Twitter, toch? Nou, ik zag hem voorbij komen. Toen dacht ik inderdaad... Ja, ik vind dat leuk. Dat is een beetje... En ik had de grillburger. Ja, ja. Beste keuze. Ja, Ronald, zijn ex-schoonvader, die had een aantal febo's. En nou, het verhaal natuurlijk van de patatgeneratie... Ja. Dat kwam natuurlijk voort uit geld. En dat kwam voort uit... Nou ja... Een beetje afgunst, een beetje irritatie van oud naar jong. En er waren bij jong maar 2 spelers die meer verdienden, hoor. De rest was gewoon echt, wat ik al zeg, bij de McDonald's konden we amper een Happy Meal halen. Maar goed, er waren 2 jongens die gewoon meer verdienden en dat leverde gewoon wrijving. Ja. Ajax kon er niks aan doen, die spelers konden er niks aan doen. De ouderen die hadden eigenlijk ja, ook moeten denken, maar ja, wat ik al zei, je speelt met geld. Je speelt met, en als je dan ook nog een houding hebt van, weet je, het komt allemaal aanwaaien, dat zette een beetje kwaad bloed. Ja. En nou ja, dan kreeg je dus dat er ja, gewoon een soort wrijving ontstond op sommige momenten, want we waren wel echt één homogene groep. Alleen er ontstond een beetje wrijving als het op dit soort dingen aankwam en dat we dan een wedstrijd niet wonnen, ja, dat deed pijn. Dus Beenhakker die gaf er een naam aan, dat wij ja, de patatgeneratie waren. En daar werd dan wel iedereen meegenomen die jong was. Ja. Alleen als we heel eerlijk, heel sec naar kijken, was het eigenlijk Richard en Braai die daarmee bedoeld werden. Ja, ja. En de rest, ja, die hobbelde in mee. En ja, dat uitte zich een keer in een bijeenkomst en een gesprek waarbij Richard echt... werd aangevallen en dat was gewoon niet, dat was niet oké, weet je. En die kreeg ook echt de schuld ervan. En dat was volgens mij ook de periode, voor mij ging hij naar Barcelona toen. Dacht ik. Ja. Dus ja, het was allemaal niet best, die hele patatgeneratie. Nee, maar nu achteraf is het wel leuk, die foto. Nu achteraf is het zeker, ja, het is een begrip volgens mij zelfs. Ja. Staat het in de, of niet? Wat? In de dikke vandalen, dat generatie. Oeh, dat ga ik nu opzoeken. Ongetwijfeld, als er nog tijd voor is. Want... Ik heb geen idee, anders moet het er echt komen. Voor ons, wij hebben wel tijd zat, maar ik weet niet hoe jouw programma eruit ziet. Nou ja, ik weet niet hoe lang de... Ja, het staat er zeker in. Ja. Nee, ja, weet je, zo'n generatie waaraan gemakzucht, een gebrek aan doorzettingsvermogen, et cetera, ja, wordt toegeschreven. Nou, mooi zeg. Nou, dat staat er zijn jullie. In. Ja, dat zijn wij. Nou ja, voor iemand met... veel gemakzucht en geen doorzettingsvermogen, heb je toch best ver getrapt. Absoluut. Geschopt. Absoluut. Ja, we gaan ik wil dat zien. Nog 1 actuele vraag stellen. Ja. Zondag, Ajax, Heracles. Waarschijnlijk geen Alvarez. Hoe zou jij het opvangen? Ik kan me herinneren de discussie over Blind met Den Haag bij Fortuna. Ja, ik ben een Nico-fan. Ja, okay. Ik vind... dus dan gaat Blind naar het middenveld. Ik zou Blind naar het middenveld. En als je echt, weet je, als je gek wil doen, laat je gewoon lekker Telen spelen. Ja. Kan ook. Moet kunnen, zeg maar. Maar het meest reële lijkt mij dat hij met Gravenberch op 6 gaat spelen. En dan Klaassen en Berghuis als diepste. Nou, dat heb ik ook gezegd. Ik denk dat Klaas gaat spelen. En ja. Alleen, ik denk na deze hele transferperiode waarin... Tagliafico. Ja. En dat is weer... Dat, een beetje belonen eigenlijk. Belonen. En ja. Dat is weer een beetje... Ik geef een beetje. Ik vraag heel veel. Ik geef een beetje. Weet je? Dus dat... ik denk dat misschien Blind naar het middenveld gaat. Ja. En dat Tagliafico als zijnde van... We zijn echt niet... tegenwerkend. Nee, precies. Zoiets, weet ik hoop het, eerlijk gezegd. Want ik vind Blind op 6 nog steeds... ik vind Blind op 6 ook. En helemaal in de Nederlandse competitie vind ik altijd dat je de voetballende kwaliteit van Blind veel meer naar voren moet gebruiken. Nu is hij eigenlijk linksback, zijlijn. Zijn spel is eigenlijk 90 graden. Ja. Terwijl het moet eigenlijk 180 graden zijn. Want in de opbouw wordt hij natuurlijk 1 van die 3... Ja. Achterin. Ja. Alleen dat valt dan weg dadelijk. Dan zal Nico waarschijnlijk wat hoger gaan staan. Het zou toch ook heel mooi kunnen zijn als dan Gravenberch in die linksback, in die Frenkie. Blind iets hoger aan de zijkant. En Tadic naar binnen. Want dan heb je eigenlijk ook een beetje dat je... En Gravenberch in zijn ideale rol brengt. Ja. Blind die aan de zijkant Tadic, Haller kan inspelen. Ja, ik denk dat je moet kijken hoe kunnen we Gravenberch gewoon naar een hoger niveau brengen. Want dat is waarschijnlijk je eerstvolgende die met Anthony die waarde... Ben benieuwd. Kev, we moeten nog wat weggeven. Ja, het gesigneerde Brobbey-shirt van de vorige podcast. Ja, we worden vaak aan de mouw getrokken in de Pantelic DM. Misschien ook wel persoonlijk. Bij mij is die al een paar keer langsgekomen. Maar we hebben een winnaar gekozen. Het is geworden Jody Bauer. We vroegen natuurlijk een voorspelling. Wat gaat Brobbey doen? Nou ja, zij zei hij kiest voor rug nummer 18. Dat heeft ze niet goed. Scoort de beslissende in de Champions League tegen Benfica. Nou ja, dat zou nog kunnen. En scoort er 8 in de Eredivisie. Nou ja, hij is er natuurlijk redelijk onderweg. En ze sluit af met Ajax kampioen. En daar tekenen we natuurlijk sowieso voor. Dus Jody, gefeliciteerd. Als je dit hoort, stuur even een DM via Twitter of Instagram naar Pantelic Podcast. En zorgen wij dat een gesigneerd Brobbey-shirt naar je toe komt. Ja, Marciano, bedankt voor je komst. Ik vond het echt heel erg leuk. Nou, super. Ja. We vinden het altijd leuk om naar je te kijken. Maar ik hoop dat jij het ook leuk vond om bij ons te gast te zijn. Nou ja, ik heb het graag gedaan. Ik doe weinig podcasts en ik doe weinig andere dingen. Maar je werd gestalkt door Kevin. Ja, nou ja. Eerlijk. Nee, maar ik vond dat ik dit wel een keer voor hem moest doen. Dus wat dat betreft, ik mag niet heel veel. Ik kan niet heel veel, omdat ik natuurlijk contractueel gebonden ben. Alleen, ja, hier heb ik wel een uitzondering voor gemaakt. Worden ze nu niet boos op je? En als je enige invloed hebt, we zijn wel eens kritisch, vaker jong Ajax uitzenden. Zeg het even tegen ze dan. Voor jullie zou dat willen, hè? Maar ik denk dat jong Ajax volgens mij best wel vaak... Ja, best wel vaak, maar soms niet. En volgens mij was het ook zo dat in die hele coronaperiode, dat ze dus al die wedstrijden uitzenden, dat mensen daar een soort gewoonte van gemaakt. Oh, alle wedstrijden van de KKD worden uitgezonden. En terwijl volgens mij was het... Hou me het goed, maar volgens mij was dat nooit echt de bedoeling. Voor mij waren het 3 of 4 wedstrijden die ze dan live konden uitzenden. En de rest ging via het schakelprogramma. Nou ja, maakt ook niet uit. Thanks voor je komst, Kev. Ja, enorm bedankt. En je gooit er een bakje hele slechte koffie in en je kan aan zijn lip hangen. Dus, precies. Het nog niet helemaal open. Nee, het was een beste sloot. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat vooral een reactie achter. Je kon het ook zien op YouTube als je dat hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog. En dinsdag zijn we er weer gewoon met de reguliere. Ajax Heracles doen we met een wedstrijdeditie Danny en Bart. Ik ga naar Lille, Paris Saint-Germain. Ik sla dus heel even Ajax over. Ik kijk op mijn telefoontje. Maar dat wordt ook genieten. Mensen, bedankt. Geniet van de week. En ciao. Ciao.